karakter van West-Friese staat in het algemeen bekend. Als eigenwoon is maar ook een beetje schuchter. Als kat dat bomen kwijter. U bent inwoner van de Hemmerbuurt. Het meerderheid van de Hemmerbuurt wil graag dat er op 30 kilometer wordt gereden op de Hemmerbuurt. Ja, daar komen hier een aantal auto's voorbij. Ik schat in dat de meeste toch wel meer dan 30 rijden. Ja, dat klopt. En dat is jaren geleden ook aangetoond. Dat er onder andere ook auto's bij zijn, of zelfs inwoners, die over de 60, soms 70 en zelfs pieken van 80 hebben gehaald. En dat komt niet ten goede aan het woongenot of aan de veiligheid. Of in ieder geval het veiligheidsgevoel van bewoners. Nou moet die weg gerenoveerd worden. Wat vindt u dat de gemeente moet doen? Nou, de gemeente zou allereerst eens kunnen luisteren naar de bewoners. En daarnaast denk ik ook dat ze eens goed moeten nadenken over, als ze het 30 maken of 50 maken, dat er in ieder geval een controle moet zijn op die snelheid. Je kunt natuurlijk de hele weg 30 maken, je kan de hele weg 50 maken, maar als er nooit gecontroleerd wordt, heeft dat dus helemaal geen zin, want mensen blijven te hard rijden. Daar moet je echt een zeiling voor wezen. Die wennen wij toch vuls te nuchter voor. Die wennen wij niet voor te boren. Die wennen wij toch vuls te nuchter voor. Hartenberg van de politie. Waarom wordt er niet gecontroleerd op 30 kilometer? Het is zo dat de politie op een aantal snelheden mag controleren. Hè. Dat zijn de snelheden die in de wet staan. Dus 50, 80, 100, 120, 130. Daar kunnen we op controleren. Als een wegbeheerder besluit om een andere maximum snelheid te doen. Dus bijvoorbeeld de 30 of de 60 kilometer. Dan moet hij daar in principe voor zorgen dat die snelheid automatisch gehandhaafd wordt door de inrichting van de weg. Dus dat er chicanes in zitten of verkeersdrempels. Mocht ondanks allerhande maatregelen die hij genomen heeft de snelheid toch niet omlaag gaan en bovendien dat er ernstige ongelukken gebeuren, dan kan de wegbeheerder aan het Openbaar Ministerie vragen, de officier van justitie, om controles. En die neemt daar dan een beslissing over. En heeft de gemeente Drechten altijd wel eens gedaan bij jullie? Ik weet dat er in het verleden twee keer in Noord-Holland een aanvraag is gedaan. Die zijn allebei niet gehonoreerd. Als de weg nou wel ingericht wordt voor 30 kilometer, waarbij dus slingers komen of drempels. Maar drempels, ja, daar is de ambulance, de politie zelfs en ook de brandweer niet blij mee. Ja goed, maar het gaat erom dat er een weg wordt aangewezen als 30 kilometer. En dan is dat ook de bedoeling dat het verkeer daar 30 kilometer gaat rijden. En dat moet gedaan worden door verkeersdrempels of door chicanes. En dat je dan automatisch last daarvan hebt als je sneller wil rijden, ja, dat is evident. Maar als er nou bijvoorbeeld toch gecontroleerd zou kunnen worden, zou dat niet kunnen met vaste camera's? Dat zou kunnen met vaste camera's, maar dan nog moet je eerst toestemming hebben van de officier van justitie om dat te doen. Het gaat erom dat in Nederland een aantal snelheden dat die in de wet zijn genoemd. En daar kunnen we op controleren. En dat zijn 50, 80, 100, 120, 130. En als je daarvan af wil wijken als wegbeheerder, dan zul je dus moeten zorgen dat de snelheid, dat er ook niet harder gereden kan worden op die weg. En wil je daar dan toch om wat voor reden dan ook controleren, zul je echt apart toestemming moeten hebben van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie wil niet voor de camera verschijnen, maar meld ons. Het OM geeft geen opdracht aan de politie in deze gebieden te handhaven, omdat de politie een zelfstandige bevoegdheid heeft. Het betreft geen structurele handhaving, zoals via een blitzpaal, maar flexibele controles. Toestemming vanuit het OM voor deze vorm van handhaving is niet nodig. Wel is het zo dat het OM de politie adviseert over het inzetten van communicatiemiddelen of over infrastructurele oplossingen die in deze zones kunnen worden gedaan, zoals drempels of wegversmallingen. Ontneem nou eens die quizzen die je ziet op tv. Voor wie zouden ze die proberen? Het kantoorgesluis van de provincie uit is in totaal 14 miljoen in de hele provincie. Het ministerie van INW heeft dat betaald. En de ministerie van Justitie moet handhaven. Die twee werken elkaar gewoon tegen met Duurzaam Veilig. Die bedragen die herken ik niet. Het zou wel heel prettig zijn. Het zou heel prettig zijn als er toch wel gewoon fatsoenlijk gehandhaafd werd. Wij zijn daar
helaas zeg ik dan, heel erg voor afhankelijk van de politie. De gemeente, bijvoorbeeld de zogenaamde BOA's, die mogen niet handhaven op verkeerssnelheid. Dus we zijn afhankelijk van de politie. En nou ja, de politie zegt, onder verwijzing naar het Openbaar Ministerie, dat doen we niet. Het Openbaar Ministerie en de politie controleren niet op 60 kilometer. Nee, nou, dat is een beslissing van het Openbaar Ministerie en van de politie. Wat wij ook wel eens jammer vinden, moet ik zeggen. Maar het is een beslissing die buiten ons staat. Wij zijn als Hoogheemraadschap wegbeheerder van 1400 kilometer weg. Wij gaan over het asfalt en over de bermen. Maar niet over de snelheidscontroles op de weg. Dat is politie en Openbaar Ministerie. Waarom hebben jullie dan die West 60 kilometer wegen zo ingericht? Nou, dat doen we keurig netjes volgens de landelijke richtlijnen. Er bestaat sinds de jaren 90 een programma Duurzaam Veilig, die keurig netjes de verschillende wegcategorieën op een bepaalde manier inricht. Nou, de weg die achter ons ligt, de Torenweg in Hem, is keurig netjes een 60 kilometer weg. En wij hebben hem netjes ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Oftewel in dit geval met een zijbeleiding, met verkeersdrempels erin volgens de landelijke richtlijnen om de snelheid te remmen. Maar je ziet dat wat voor maatregelen je ook neemt, er zullen altijd automobilisten zijn die te snel blijven rijden. Maar wat wij eraan kunnen doen als Hoogheemraadschap, doen we eraan binnen alle mogelijkheden die we hebben. Want we kunnen natuurlijk toch hogere verkeersdrempels aanleggen. Maar dan hebben we problemen met de ambulance of met landbouwverkeer. Dus dat doen we allemaal keurig netjes volgens de landelijke richtlijnen.